Nou, zorgens als de zon opkomt, dan ben ik altijd blij dat ik 1 euro in mijn zak heb. Dat ik een biertje kan kopen. Of 2. En dan vind ik het wel best. Ik weet nog dat ik als klein kind heel vaak hier langs liep en dan, nou ja, dan stond hij er gewoon altijd. In het tweede jaar van haar opleiding aan de Maastrichtse Toneelacademie kreeg Wendy Hogendijk de opdracht een documentaire te maken. Meteen dacht zij aan straatkrantverkoper Maarten van den Broek. Een dag lang volgde ze hem met de camera. Wat ik van hem heb meegekregen is dat hij zichzelf wel echt bewust uit het systeem plaatste en zichzelf hier op deze plek neerzette met de straatkrant. En de mensen maar die naar hun werk gaan en die naar van hoed naar her reizen en haast hebben elke dag, die ziet hij voorbij vliegen en hij staat gewoon hier. Haar documentaire over Maarten werd zo goed ontvangen dat Wendy hem ook wilde vragen mee te werken aan haar afstudeerproject. Helaas bleek Maarten in de tussentijd te zijn overleden. Ik wist dat het niet zo goed met hem ging, want ik zag hem natuurlijk ook al een tijdje niet ervoor. Maar toch, het verbaasde me heel erg dat hij uiteindelijk dood was. Want ik had toch een beeld van die man dat hij alles wel zou overwinnen. Dat hij sterker was dan het leven op straat. Wendy kon maar 1 ding bedenken. Maarten moet herdacht worden op zijn vaste plek bij het Beursplein. Helaas denkt de gemeente Rotterdam daar anders over. Ik werd echt van het kastje naar de muur gestuurd. Het was allemaal niet mogelijk. En mensen vonden het wel een leuk idee, maar ze wisten niet naar wie ik vervolgens moest gaan. Uiteindelijk iemand gesproken die zei, ja, we kunnen niet voor iedereen zomaar een gedenkteken plaatsen. Wendy geeft niet op. Ze herdenkt hem nu op haar eigen manier. Ze heeft hem een rol gegeven in haar afstudeerstuk Echo. Dit is mijn tijdelijke gedenkteken. Zo moet ik het ook gewoon zien. Voor nu is de voorstelling gewoon even mijn, nou ja, een ode. Zo, ja, zo zou ik het wel willen noemen, ja.